De Junior Chamber International Suriname, GCI Suriname, heeft zaterdag op een persconferentie de projecten voor het jaar 2019 met de gemeenschap gedeeld. GCI is een leadership development organisatie die onderverdeeld is in 6 kamers. Elke kamer heeft een thema dat aan een project is gekoppeld. Volgens Kleber Drenthe, National President van GCI Suriname, is het centraal thema Accelerate Quality Transformation. Volgens hem zal GCI Suriname zich namelijk richten op de kwaliteit van de organisatie, omdat wij geloven dat hoe meer kwaliteit je bezit, hoe beter je in de gemeenschap kan scoren. Wij gaan voor kwaliteit en we geloven dat als wij investeren in kwaliteit, kunnen we betere leiders leveren aan Suriname. En we weten allemaal, bevat je bepaalde kwaliteiten, competenties, kan je altijd zorgen voor een betere Suriname. En we willen Suriname zien groeien. Dus daarom staat GCI voor kwaliteit en in ieder geval kwalitatieve leiders afleveren. Dat is een van de belangrijkste dingen voor kwaliteit. En de chapter met growth, denk ik dat het meer gaat binnen de organisatie om de leden. Maar de leden maken deel uit van Suriname. Omdat alle projecten die worden uitgevoerd op basis van de noden die Suriname heeft. Want wij gaan voor sustainable. En als ik antwoord mag geven op hoe we de projecten zullen gaan uitvoeren. GCI Suriname heeft sowieso partnerschappen met een aantal instanties. En bepaalde van de projecten zijn gewoon ongoing. En die projecten worden tijdens een plan of action, een jaarplan, aangenomen. Mario Vermeer, local president van GCI Nilom, geeft aan dat het Nationaal Speech Contest dit jaar weer georganiseerd wordt en wel voor de 24e keer. Het is een contest voor studenten van de middelbare school en we starten vanaf nu en de finale is op 20 april 2019. Daarna hebben we ook de TOIP-programma. We kennen het meer als een 10 Outstanding Young Person Fusranang. Daar mogen jonge mensen andere jongeren tussen 18 en 40 jaar nomineren die een belangrijke bijdrage hebben geleverd binnen onze samenleving. Op het gebied van maatschappelijk, op het gebied van onderwijs, politiek en noem maar op. Er komt dan een speciale galaavond hiervoor en de 10 mensen die genomineerd zijn geworden krijgen van de organisatie dan een award voor hun waardering die ze allemaal hebben gedaan de afgelopen periode in ons land. Dat zijn de 2 bijzondere activiteiten voor GCI Nilom. En ons thema voor dit jaar is een tempo en dat staat voor Team Empowerment Pushing Others. Mario Vermeer, local president van GCI Nilom. Hij sprak zaterdag tijdens de persconferentie die GCI Suriname heeft georganiseerd. De persbijeenkomst is gehouden in de hal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.